Midvliet FM 1072 1079 kabel 929 midvliet.nl. Midvliet FM, het laatste nieuws van heel dichtbij. De laatste tijd wordt er veel gepraat over de grote verandering die in het winkelcentrum Leidschenhagen zal gaan plaatsvinden. Aan de telefoon is de heer Teunkoek van Unibail Rodamco, die daar als projectontwikkelaar alles van weet. Goedemiddag. Goedemiddag. Iedereen weet intussen dat het nieuwe Leidschenhagen geen gewoon winkelcentrum meer zal zijn, maar een dagbelevenis moet worden. Meneer Koek, Leidschenhagen krijgt ongetwijfeld een mooi aangezicht. Mooie materialen, groen en fietsvriendelijk. Maar mensen en kinderen willen toch graag iets doen. Hoe moet ik me dat nou straks voorstellen? Ja, het wordt inderdaad een dagje uit. Dus het wordt een winkelcentrum dat gecombineerd wordt met andere functies. Daarbij kunt u denken bijvoorbeeld aan een bioscoop. Dus men kan gaan winkelen en dan later ook naar de bioscoop om er echt een dagje uit van te maken. Ja, maar moet ik me dan een sneufje Efteling en een klein beetje outletcenter bij voorstellen ook? Nou, een outletcenter, dat is wel een interessante vergelijking. Er zijn zeker verschillen, maar ook overeenkomsten tussen een outletcentrum en het toekomstige Leidschenhagen. Ja. Als we het hebben over verschillen, een outletcenter dat kenmerkt zich toch meer door een aanbod waarbij tegen gereduceerde tarieven oude collecties met foutjes en misschien wat maten die niet aanwezig zijn gepresenteerd worden en verkocht worden. In het nieuwe Leidschenhagen zullen vooral juist nieuwe en vernieuwende winkels aanwezig zijn die daar de nieuwste collecties tonen. Dat is een groot verschil. Als we kijken naar overeenkomsten, dan zit dat vooral in het actieve management op het gebied van marketing en promotie. En de regionale aantrekkingskracht, waarbij ook bij een outletcentrum als mede het nieuwe Leidschenhagen zullen consumenten toch van verder aangetrokken worden dan dat vandaag gebeurt. Nou, zo'n outletcenter, dat ziet er meestal zo uit dat een merk een winkel heeft. Ja. En gaat dat hier ook gebeuren? Dat is zeker een trend die wij vandaag zien. En ook in dit soort centra als het nieuwe Leidschenhagen zullen vooral meer, zoals wij dat noemen, monobrand winkels worden geopend. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld een Nike winkel of een Adidas winkel eerder geopend zullen worden dan dat vroeger gebeurde, waarbij sportwinkels multibrand stores hadden. Dus winkels eigenlijk al die merken samen werden gepresenteerd. Het is een trend inderdaad die we vandaag de dag zien. Dat steeds meer winkels hun eigen merkwinkels openen. Omdat ze zo in staat zijn om hun merk beter neer te kunnen zetten en beter presenteerbaar te kunnen maken. En welke doelgroep daar wordt er eigenlijk op gemikt? Zijn dat jongeren, 40-plussers en misschien ook ouder dan 60 jaar? Nou, het belangrijkste wat wij willen bereiken is dat wij Leidschenhagen de toonaangevende regionale functie die het vroeger had, die willen wij weer terug gaan geven. Ja. En in dat kader is het niet zozeer belangrijk wat voor doelgroep of wie wij willen trekken, maar wel waar die consument vandaan komt. En we willen ons richten op de gehele regio rondom Leidschenhagen. Ja. En dat betekent dus dat we mensen van ver af gaan trekken. En iedereen binnen dat gebied die houdt van een dagje winkelen of een middagje winkelen en vermaak, die is van harte welkom. Nou zie je dus in winkelcentrums en ook in winkelstraten van Groningen tot Maastricht vaak dezelfde winkelketen zitten. U noemde dat geloof ik multibrands. Wordt dat nou het verschil? Dat u zegt wij gaan ons meer op merken richten en daardoor worden wij bijzonderder? Wij willen vooral vernieuwende concepten wij implementeren in Leidschenhagen. Dus dat betekent dat het inderdaad winkels zijn die niet voldoen aan het kenmerk wat u al schetst, de eenheid wordt. Wij willen juist winkels die vernieuwend zijn binnen het Nederlandse landschap. Die willen we toevoegen aan het huidige aanbod. En uiteindelijk zijn het die winkels die mensen weer naar de winkelcentra toe laten komen. Dus we moeten ervoor zorgen inderdaad dat Leidschenhagen onderscheidend is in het winkelaanbod. En wij geloven erin dat dat alleen maar kan door een topkwaliteitsproduct neer te zetten. Dus echt een winkelcentrum wat in alle opzichten vooruitstrevend en van hoogwaardige kwaliteit is. Zodat die winkels ook echt willen komen. Want er zijn zat winkelketens die momenteel een nieuwe winkel willen openen in Nederland. Die zitten bijvoorbeeld dus nog niet in Nederland. En die zijn in dat kader ook vernieuwend. Ja. Maar die komen vandaag de dag gewoon niet naar Nederland. Omdat de winkelcentra in Nederland niet voldoen aan de kwaliteitseisen die deze partijen hebben. En u zou daar misschien ook wel wat voor inzien in Leidschenhagen? Zeker, zeker, zeker. Dat is een prachtige plek waar dat mogelijk is. Leidschenhagen heeft bepaalde kenmerken waardoor wij in staat zijn als Unibail Rodamco
om een heel goed product neer te gaan zetten. En wij zijn ervan overtuigd dat als dat lukt, en dat gaat ook zeker lukken, dat die partijen ook gaan komen. Zou u misschien eens een tipje van de sluier kunnen oplichten om te zeggen wat voor winkels er nou precies zouden komen? Of is dat nog te vroeg? Dat is nog erg vroeg inderdaad. En ja, met name ook omdat eigenlijk die partijen, zoals ik al aangaf, het zijn vernieuwende partijen. Ja. Dus de partijen die vandaag vernieuwend zijn, die zijn dat wellicht in de opening in 2017 al niet meer. Ja. Dus het is een constante vernieuwing. Waarbij wij hebben een team wat in Parijs werkzaam is. Maar die struinen eigenlijk de hele wereld af naar nieuwe vernieuwende concepten. Om die uiteindelijk in onze winkelcentra in Europa een vestiging te laten openen. U maakt ons nieuwsgierig. Ja, nee, zeker. Ja, we zijn zelf ook altijd nieuwsgierig. Wat zijn de nieuwste concepten? Maar in al onze winkelcentra, daar zien wij vaak dat bepaalde winkelketens dan de eerste winkel die ze hebben in dat land, die ze dan openen in zo'n winkelcentrum. Ja, nou had u het er net over, nou ja, attracties. Je kan naar de bioscoop. Wat kan je er straks nog meer? Nou, bioscoop is inderdaad een belangrijk onderdeel, maar ook ons unieke horecaprogramma. Dus wij willen wij noemen dat zelf de dining experience, willen wij een uniek horecaprogramma neer gaan zetten, gekoppeld aan de bioscoop, waardoor de consument ook in dat kader niet alleen een kopje koffie doet thuis het winkelen, maar ook langer zal blijven om te genieten van het horecaprogramma. En dat bestaat dus uit goede restaurants en andere soorten voorzieningen. Nou, daarnaast zijn ook de evenementen die we gaan organiseren, die zijn van belang. Dus we zullen een heel actief evenementenbeleid gaan voeren om die consumenten het altijd naar de zin te maken. Nou, ontwikkelt u het concept samen met de gemeente en de omwonenden? Hoeveel inspraak hebben die eigenlijk? Zeker heel veel inspraken. Wij zijn al gedurende enkele jaren hebben we tientallen overleggen gehad met de klankbordgroepen. Dat zijn vertegenwoordigers van de bewonersgroepen rondom het winkelcentrum. Dat is aan alle zijden. Dus dat is zowel de Via Verdi, de Heuvelweg, de Banninglaan als de toren van Banninghagen. En die hebben vertegenwoordigers samengevoegd in klankbordgroepen. En daar hebben wij elke maand wel een keer overleg mee om de verschillende stappen in het ontwikkelingsproces door te nemen. En zij geven vaak input en dan geven ze aan wat ze mooi vinden, wat ze niet mooi vinden, waar hun zorgen zitten. Nou, dat proberen wij zoveel mogelijk te verwerken in het ontwerp. En tot op heden gaat dat goed. Oké, meneer Koek, speelt duurzaamheid nou ook een rol in die aanpassing en die nieuwbouw? Zeker. Duurzaamheid is een heel belangrijk onderdeel. Dat zit in de genen van ons bedrijf ook. En in dat kader is het voor ons helemaal niet bijzonder om dat mee te nemen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar aan onze plek in de Dow Jones Sustainability Index, waar wij altijd een hoge plaats hebben. Onlangs hebben onze winkelcentra, de andere winkelcentra in Nederland, die hebben hoge prijzen bereikt op het gebied van een BREEAM certificaat. Gaat Leidschendam ook een BREEAM certificaat krijgen? Zeker. Wij hebben daarover afspraken gemaakt met de gemeente. Die worden in mei een duurzaamheidsconvenant wordt er ondertekend tussen ons en de gemeente. Ja. En daarin is een heel hoog premium niveau is er afgesproken. Welk niveau gaat u doen? Wij hebben daar het very good resultaat hebben afgesproken. Very good. Maar wij streven naar een excellent niveau en dat is dus het allerhoogste niveau. Nou, even het terugbrengen naar het wat kleinere. Die duurzaamheid, vertaalt zich dat bijvoorbeeld ook zoals in de Bogaard boven de ondergrondse parkeergarage, dat er van die sedum boven op het dak wordt gedaan. Dat is ook duurzaam. Moet je daar aan denken dan? Dat is een voorbeeld waar u aan kunt denken, maar dat vind ik eigenlijk vrij simpele maatregelen die absoluut meegenomen zullen worden in het ontwerp. Maar wij denken ook nog veel groter. En dan hebben we het bijvoorbeeld over hoe ga je nu om met je energievoorziening en hoe ga je om met je warmte-koude installaties. Dus echt grote investeringen in het kader van duurzaamheid die wij zullen gaan doen om dat hoge BREEAM certificaat te behalen. Maar wat ook heel belangrijk is, niet alleen het ontwerp zelf, maar ook het gebruik. En daarin zijn onze huurders, onze gebruikers, die zijn van cruciaal belang. Want duurzaamheid, dat kan verwerkt worden in het ontwerp. Maar het is vooral ook, hoe wordt er uiteindelijk omgegaan met zo'n winkelcentrum? En denk daarbij bijvoorbeeld aan energiemaatregelen, maar ook aan afvalinzamelingssystemen. Als we kijken naar het huidige Leidschagen en we zien in de expeditiehoven hoe een rommeltje het eigenlijk is. Met het ophalen van afval. En als we dat straks allemaal centraal gaan doen, dan kunnen we daar veel bereiken. Op dat soort punten gebeurt er veel in de wereld op dit moment. En dat gaat u allemaal meepakken. Zien we ook straks alle daken vol met zonnepanelen?
Nee, dat verwacht ik niet. En dat is met name ook omdat op de daken wordt bij ons ook in veel gevallen geparkeerd. Dus er zijn parkeerplaatsen op de daken. Zonnepanelen die nemen wij tot op heden niet mee in het ontwerp. Maar dat is iets wat het ontwerptraject, dat loopt nog. Hè. We zitten pas in een eerste fase van het ontwerp. Dus dat zou eventueel nog mee worden genomen. Maar wij zien vooral het bereik van die duurzaamheid in een ander soort maatregelen. Zijn er ook nog opties voor koude warmteopslag? Dat is, die mogelijkheid neemt u wel mee. Ja? Nou, dat is een interessante optie die wij nu aan het bestuderen zijn. Wij denken dat we dat mee gaan nemen. Dus uiteraard heeft dat voor- en nadelen zo'n systeem. Maar wat wel bewezen is dat in het kader van duurzaamheid een heel goede toevoeging zou zijn. Oké, nou speelt bij duurzaamheid ook altijd het verdienmodel een beetje mee. Een terugverdientijd, heeft u die al uitgerekend? Terugverdientijd voor het project van Leidschagen, dat vinden we eigenlijk niet de juiste manier om daar te kijken. En dat is met name omdat wij vooral kijken naar het feit dat dit een noodzakelijke investering is. Wij hebben zelf de afweging gemaakt, moeten we deze investering nu wel of niet doen? En wat gebeurt er met Leidschagen als we deze investering wel of niet doen? Nou, de conclusie was al snel dat dit echt een noodzakelijke investering is. Want als deze investering niet gedaan wordt, dan glijdt Leidschagen af naar een lokaal boodschappencentrum. En dan ligt het risico van verloedering, dat zal er komen. En daarom is het eigenlijk meer een noodzakelijke investering dan dat wij dit benaderen in het kader van een terugverdientijd. Het zijn allemaal mooie plannen, maar hoe overleeft Leidschagen in de tussentijd? Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Belangrijk daarbij is aan te geven dat wij er naar streven dat de winkels en het winkelcentrum open blijven tijdens de werkzaamheden. Ja. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar dat gaan we zeker bereiken. Nou, tot de tijd dat de werkzaamheden echt starten, zullen wij alle lege winkels, waar er toch wel wat van zijn, die zullen wij vullen met leuke innovatieve concepten. Een leuk voorbeeld daarvan is de winkel Unlove, die vorige week is opengegaan aan de Wijgelia 5. Het is een leuke vernieuwende combinatie van horeca, retail en lifestyle. Dat is zeker een aanrader om eens om te gaan kijken. Maar zijn dat misschien ook, wat u net zegt, proefballonnetjes om te kijken hoe het straks in het vernieuwde Leidschagen, of dat aanslaat? Zeker. Nou, proefballonnetjes, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar vooral vernieuwende concepten. Dus lege panden die creëren ook weer mogelijkheden om inderdaad nieuwe innovatieve concepten te verwelkomen. En dat gebeurt vandaag al en dat zal in de toekomst ook blijven gebeuren. Dan rest mij eigenlijk nog een laatste vraag. Wanneer is de opening gepland? De opening staat gepland voor eind 2017. Wij realiseren ons dat een zeer ambitieuze target is. Maar bij Unibail Rodamco houden wij van hoge targets, want alleen zo bereiken we topkwaliteit. En ik denk dat u niet alleen blij bent, maar ook de wethouder Stemerdink tegen die tijd. Zeker. Wethouder Stemerdink is nauw betrokken bij dit project. Wij hebben regelmatig overleg met haar. En die samenwerking die bevalt ons goed. Dus wij hebben samen hetzelfde doel, dat zeker. Ik wens u veel succes en ik bedank u voor het interview. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. En wij spraken met de heer Teun Koek van Unibail Rodamco over de grootste plannen voor een vernieuwd Leidschagen.